Dit is Tijd met Jezus, jouw dagelijkse Bijbelmoment. Luister in de stilte naar Gods stem. Vandaag luisteren we naar dit Bijbelwoord, Romeinen 8, vers 18. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Wat valt je op aan deze woorden? Wat raakt je? Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Ja, wat is er veel lijden, eindeloos veel. Wat een pijn en verdriet, wat een ziekte en rouw. En toch, de luister die ik in de toekomst zal openbaren, is veel groter. Het lijden is tijdelijk, mijn luister is eeuwig, mijn liefde overstijgt alles. Ik nodig je uit om dat met heel je hart te geloven. Vertrouw op mijn liefde. Bid deze woorden en blijf dan nog even in de stilte van Gods aanwezigheid. God, laat mij uw luister zien. In de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest. Amen.